De camper accu opladen tijdens het rijden is een geweldige manier van opladen. Zo heb je stroom ook als de motor niet draait. Het opladen van de camper accu tijdens het rijden doe je met een accuscheider. Hi, wij zijn Bas en Bianca en we zijn een Fiat Ducato Lengte 4 Hoogte 2 aan het ombouwen tot camper. Het moet een luxueuze camper worden waar je heel het jaar door in zou willen verblijven. Hey, welkom terug. We zijn alweer bij aflevering 15. We gaan vandaag verder met de Elektra. En dan specifiek het stukje over de camper accu's opladen tijdens het rijden. Dit is een van de drie manieren hoe we de camper accu's opladen, of huishoudaccu's, hoe je het ook kan noemen. De andere manieren zijn de zonnepanelen en via de walstroom. Dus nu verder met de dynamo van de auto. Die dynamo die laat natuurlijk de startaccu op, zodat je kan starten wanneer je dat wil. Zodat je je lampen aan kan zetten, ook al draait de motor niet. Allemaal dat soort dingen doet de dynamo. En de startaccu. En als je deze twee slim schakelt naar je camperaccu, dan kan je die dus ook opladen tijdens het rijden. Hoe je dat doet en welke apparaten je daarvoor nodig hebt, laat ik je zien in deze video. Schakelen van je startaccu's naar je camperaccu's doe je met een accuscheider. En welke accuscheider je daar precies voor nodig hebt, dat hangt af van het type voertuig wat je hebt. Heb je nou een hele oude wagen, dan heb je waarschijnlijk geen slimme dynamo. En heb je een nieuwere wagen zoals deze, dan zou het kunnen dat je een slimme dynamo hebt. Een slimme dynamo noemen we eigenlijk zo dat er technologie zit achter de dynamo die op bewuste momenten de startaccu voorziet van stroom, dat hij hem gaat opladen. En dat doet hij dus tijdens het remmen of tijdens gas geven. Wanneer hij dat precies doet, dat weet ik niet. Daar zorgt die technologie dus voor. En dat moet je dus omzeilen op het moment dat jij een Euro 5 of Euro 6 wagen hebt met die slimme technologie. Euro 6 heeft het volgens mij sowieso, maar checken is altijd even goed. En hoe je dat checkt, ga ik nu even laten zien. Voordat ik dat ga laten zien, laat ik even zien hoe dat zit bij onze oude wagen. Die heeft dus geen slimme dynamo. En dat spreekt voor zich, want deze wagen komt uit... dat was het, 82. Toen waren al die normen er nog niet, want die Euro 5 en Euro 6 staat eigenlijk voor bepaalde milieuwetten die er doorheen zijn gevoerd. De nieuwe voertuigen moeten voldoen aan bepaalde milieuuitstoot, CO2-uitstoot, allemaal dat soort dingen. En hier zie je dus hoe we het hebben bij onze wagen uit 82. Dit is een accuscheider, die zwarte. En die is verbonden met de startaccu. En dan loopt hier deze kabel, die loopt door helemaal naar achter naar onze camperaccu's. En zo voorziet hij hem van stroom op het moment dat deze startaccu opgeladen wordt. En als de camperaccu wordt opgeladen en de startaccu niet, door bijvoorbeeld het zonnepaneel of door de oplader via walstroom, dan gaat hij op het moment dat de camperaccu's helemaal volledig vol zitten, gaat hij ook de startaccu opladen. Alleen als een van de twee helemaal vol zit, niet als een van de twee half vol zit, want hij voorziet allereerst de accu die als eerste stroom krijgt. Dus de dynamo die zorgt ervoor dat als eerste startaccu vol is. Is die vol, dan zorgt het zwart apparaatje ervoor dat de camperaccu ook vol zit of vol gaat zitten. Oké, hoe weet je nou of je een slimme dynamo hebt, ja of nee? Dat is dus kijken bij de kentekencheck van de RDW of er Euro 5 of Euro 6 staat. Dan ben je nog niet 100% zeker of je dus ook echt die hebt, maar dan is er dus een grote kans dat je die hebt. Euro 4 of lager heeft het sowieso niet. Dus dan kan je een accuscheider zoals je die net zag, die zwarte, bestellen. Die zijn €40. Het is echt een wijze mooie manier van je camperaccu's opladen. Voor die prijs al helemaal. Maar heb je Euro 5 of Euro 6, dan moet je dus even gaan checken of je die slimme dynamo hebt. En een van die manieren is dus ook door te kijken of er vanaf de zwarte pol, dus de minpol, de zwarte, of daar een soort van kastje zit. En een kastje betekent dat die een signaaltje teruggeeft naar die slimme dynamo met de status van hoe
jouw startaccu, hoe vol die zit. Of die dus op 13 volt zit, 13,8, 14 of wat dan ook. Want bij een leeg startaccu wil die natuurlijk de startaccu gaan opladen. In mijn geval heb ik geen zwart kastje, dus dat is al een eerste indicatie dat ik dus geen slimme dynamo heb. Ondanks dat ik wel een Euro 5 norm heb. Hoe dat precies zit, dat weet ik niet. In ieder geval zie ik hier aan dat ik die slimme dynamo niet heb. En er is nog een manier om dat even zeker te checken. Die ga ik nu laten zien. De laatste check die je kan doen om erachter te komen of je een slimme dynamo hebt, is om een multimeter aan te sluiten op je startaccu. Dat heb ik nu net gedaan. Dan zie je dat die op 12,35 staat. Dus de accu is opgeladen. Helemaal vol zou betekenen dat die op 12,8 zou staan. Wat ik nu ga doen is de camper starten. En als die dan gestart is, dan schiet waarschijnlijk de multimeter omhoog naar een laadvermogen van tussen de 13,8 en 14,4 ongeveer. En als ik dan ga gas geven of remmen, dan moet er een verschil komen in de hoogte van de voltage. En sowieso, laat ik hem dan even 10 minuten draaien. En als hij dan 10 minuten gedraaid heeft, dan moet ook die voltage naar beneden zijn gegaan. Want dan zegt hij van, ik hoef op dit moment de dynamo niet keihard te laten draaien om de startaccu te voorzien van stroom. Want hij zit gewoon vol en je hebt het niet nodig. Dat doen we op een slimmer moment. Maar doet hij dat niet, dan heb je dus geen slimme dynamo. Nou, hij is net naar boven gesprongen. Naar 14,1. Betekent dat hij dus nu aan het opladen is. En als ik dan nu gas ga geven. Remmen. Nou, het verschilt niet heel veel. Ik laat hem even 10 minuten draaien. Is hij dan gezakt naar 12,8 of 13, in ieder geval onder de 13,8. Dan heb je een slimme dynamo. Blijft hij gewoon op deze waarde, boven de 13,8 en tussen de 14,4, dan heb je geen slimme dynamo. Ik denk dat ik hem niet heb, want ik heb ook dat zwarte kastje niet. Maar we gaan het zien. Nou, 10 minuutjes verder. Hij gaf als laatst gaf hij 13,9 aan. Betekende dus boven de 13,8 dat hij dus bleef laden. Ook al stond hij stil, deed hij niks. Dus blijkt daaruit dat ik geen slimme dynamo heb. Dus ik kan een accu-scheider kopen. Die zwarte die je net ook zag. Heb je dan wel een slimme dynamo, dan moet je een DC-DC later kopen. Ik zal ze hieronder even in de beschrijving allebei benoemen. Dan weet je precies welke je moet kopen. Ook heb ik een artikel geschreven over het opladen van je camper-accu's tijdens het rijden en hoe je dat doet. Daarin staat het dus nog eens haarfijn beschreven. Voor nu de spullen bestellen en dan kom ik bij je terug en dan ga ik hem aansluiten. En ook de juiste draaddikte berekenen om hem te verbinden met de camper-accu's. Zijkant eraf, gaan we hier de kabel mooi doorheen laten lopen en dan kan hij naar achter. Was ik hier even een uurtje mee bezig. Drukknopje die als je
hem indrukt is die aan, loslaten is die gelijk uit. En dat is handig voor de accu-scheider, deze, want hij heeft een startassist of noodassist, zoals je het kunt noemen. Dan kan je tijdelijk op het moment dat je de knop indrukt, dat zijn deze twee dunne kabeltjes, die zijn dan verbonden eventjes. Dan kan je de noodassist aanzetten voor 30 seconden. Dan verbindt de huishoudaccu zich met startaccu. Dus indien de startaccu leeg is, dan kan je de huishoudaccu of de camperaccu's kan je gebruiken om de wagen te starten. Het is niet super goed voor de camperaccu's, maar ja, het is ook een nood. Ik zit nog even te twijfelen waar die knop moet komen. Ik dacht of ik bouw hem gewoon hier erin, omdat ik denk dat ik hem toch niet vaak ga gebruiken. Of ik zet hem hier in de zijkant. Daar zo komt hij dan terecht. Maar ik weet het toch even niet. Oké, de twee accu's die zijn met elkaar verbonden door middel van de accu-scheider. Het was even wat werk, maar nu is het wel netjes weggewerkt. Ook heb ik de start assist of de nood assist knop aan de zijkant gedaan. Dan kan je makkelijker bij als je ooit een keertje zonder stroom komt staan bij je startaccu. Dan kan je de huishoudaccu even gebruiken om hem een 30 seconden lang een boost te geven. Dan kan je in ieder geval starten en wegrijden. Het ziet er zo uit. Daar in de hoek heb ik de accu-scheider gedaan, dit kastje. En vanaf daar loopt dan één kabel naar de pluspol van de startaccu en een andere 25 mm kwadraat kabel. Daar zit eerst nog een zekeringkastje tussen, die zit hieronder, die zie je niet. Daar zit een 100 ampère zekeringskastje. Of om een midi-zekering. En die loopt, deze kabel, die loopt helemaal door naar achter. Naar de huishoudaccu's. Ik heb voor een 100 ampère midi-zekering gekozen omdat mijn dynamo 90 ampère levert. Ik kon het niet heel goed vinden onder de auto. Maar na heel veel zoekwerk kwam ik erachter dat ik een 90 ampère dynamo heb. Vandaar dus de 100 ampère midi-zekering. Dan zie je dat de kabel daar zo achterlangs loopt naar de elektrakast. Het is zo'n 4 meter wat hij aflegt van voor naar achter. Dus als ik dat in de formule gooi van draaddikte berekenen, kwam er 25 mm uit. Dan zie je dat hij hier komt hij eruit. Dan gaat hij weer door een midi-zekeringskastje met 100 ampère. En dan gaat hij hier naar de pluspol. Deze twee accu's, voordat ik die met elkaar had verbonden in parallel. En je ziet het, hier plus op plus. Daar loopt hij. En min op min. Heb ik ze eerst helemaal opgeladen. Het is schadelijk slecht voor je accu's als eentje leeg is. En de ander vol is en je zet ze in parallel. Dan trekt die ander gelijk leeg. Dat is niet goed. Dus eerst even helemaal opladen. Die midi-zekering die zit hier ook. Omdat je zo dicht mogelijk bij de energiebron wilt zekeren. En omdat de dynamo de huishoudaccu's ook kan opladen. Maar ook deze acculader, camperaccu's. En dan vervolgens als deze vol zijn ook de startaccu kan opladen. Zit deze midi-zekering daar ook. Dit is de draaddikte berekening. Nou was trouwens 3,5 en niet 4 meter. Dus als ik 3,5 normaal gesproken met de draaddikte berekening moet je hem keer 2 doen. Omdat je plus en min hebt. Maar ik heb nu alleen een pluskabel. Dus volgens mij mag ik dan keer 2 weglaten. Dus dan zou het keer 0,0175 factor van koper keer 90 ampère en dat dan gedeeld door een acceptabele spanningsverlies van 2% over 12, dat is 0,24, dan kom ik op 23, dus dat naar boven afgerond is 25 mm kwadraat.
als ik hem dus wel keer 2 doe, wat ik dus volgens mij niet hoef te doen, dan is het dus 3,5 keer 2 keer 0,0175 keer 90 ampère. Als ik die door 0,24 van 2% spanningsverlies dus doe, dan schiet ik boven die 25 mm. Maar als ik 4 pak, wat ook nog wel acceptabel is, 4%, dan dan zit ik ook op 23. Dus met 25 mm kwadraat kabel zit ik sowieso goed, naar mijn idee. De berekening zet ik ook even onderin de beschrijving van de video. Dan kan je hem even nalezen hoe die precies zit. Voordat we eindigen met de video is het misschien wel even interessant om te testen of het echt werkt. Dus dat moet ik de wagen even starten. Dan schiet hij dus weer omhoog naar 13,8 volt. En dan gaan we kijken wat de spanning van de camperaccu's wordt. Ik heb de zonnepaneellader aangesloten. Die werkt op Bluetooth, dus die kan de spanning aflezen van mijn camperaccu's. Dus laten we hem even starten en dan zien we of het is gelukt. Oké, nou heb ik dus net even een test gedaan voordat ik hem wilde opnemen, de video, en het lukte niet. Dus ik had ergens een foutje gemaakt en alles overhoop gehaald. Maar het was eigenlijk een heel simpel foutje. Ik had geen aarde aangesloten vanaf mijn camperaccu's. Dat had ik gewoon nog niet gedaan. Dus nu heb ik even simpel hier die gele die je daar links ziet, een aardedraad, even simpel op het chassis gezet, of carrosserie gezet. Blijkbaar dus heel belangrijk dat je dat doet. Wist ik eigenlijk ook wel, maar ja, ik dacht het hoeft niet, maar het moet echt. Je ziet het hier ook op de tekening. Dat hij wilt dat je naar een aarde gaat en vanaf de startaccu ook. Nou heb ik gelezen dat je dus de kabels niet, de minpolen, hoef je niet per se met elkaar te verbinden. Zolang ze dus allebei geaard zijn. En als ik hem dus ga starten, dan moet deze ook omhoog schieten qua spanning. Want alle beide accu's zijn helemaal opgeladen. En als ik dus nu deze start, gebeurt er nog niet veel. Je ziet, hij staat nu op 13,4. Volgens mij neemt hij het gemiddelde van de afgelopen 10 minuten. Want als ik de multimeter op de camperaccu zet, dan geeft hij een hogere waarde aan. Dus, nu heb ik hem aangesloten. Dan geeft hij 13,7 aan. De aardedraad, die heb ik nu even snel daar zo aangesloten. Volgens mij moet je altijd even een beetje de lak eraf schuren, zodat het goed pakt. Volgens mij is het een mooi idee om de aardedraad op hetzelfde punt te zetten als de startaccu aardepunt. Kleine disclaimer natuurlijk ook. Ik ben geen elektricien, ik ben enkel een ervaringsdeskundige. Ik heb geen diploma's gehaald of wat ook. Dit is dus hoe ik mijn camperaccu's zou opladen tijdens het rijden. Uiteraard heb ik heel goed onderzoek gedaan naar wat de beste manier zou zijn. En ik denk dat deze het is. Maar ik moet toch even zeggen, je kan me niet vastpinnen hierop. Dus als je me naaapt of wat dan ook, geen rechten helaas. Wat je wel kunt doen als je vragen hebt, is ze hieronder stellen. Dan probeer deze diploma-loze camperbouwer ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Hopelijk vind je het tof dat ik deze video maak en kan je er misschien iets van leren of vind je het gewoon leuk om te zien. Subscribe als je dat nog niet gedaan hebt en een thumbs up zou ook gewaardeerd worden. En dan zie ik je bij de volgende video. De volgende video is trouwens de elektrasysteem video en daarin gaan we dus uitleggen hoe we 230 volt en 12 volt in de bus hebben. En hoe we de camperaccu's opladen, dus via de dynamo, maar ook de zonnepanelen en dwalstroom. Dan ga ik gewoon gedetailleerd, precies van kabeltje tot kabeltje, van oogje tot oogje, precies uitleggen wat de draaddiktes zijn, de zekeringen zijn, zodat we alle stopcontacten veilig kunnen gebruiken. Dus tot de volgende!